Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zo netjes mogelijk zoveel mogelijk paar hakken in je kast kwijt kan. Dus niet zoals dit, maar op een andere, betere manier. Ik denk dat jullie wel bekend zijn met het probleem van te veel schoenen, hakken, alles hebben. Ik ook. En dat is hartstikke leuk hoor, zo'n walk-in closet. Maar dit is zeg maar mijn schoenenkast. En dan denk je, oh mooi, al die hakken zo naast elkaar. Maar ja, als je dat doet, dan passen er helemaal niet zoveel hakken in zo'n kast. En op een gegeven moment, als je dan eens een keer losgaat in de sale, hè, een paar extra koopt, een stuk of 20, dan ben je echt op je neus, want dan past het gewoon nergens. Dus ik ga je laten zien hoe je de meeste paar hakken kwijt kan in een kast als je niet veel ruimte hebt. Dit is natuurlijk totaal niet wat je wil, dus laten we eerst alle hakken eruit trekken. De mooiste manier om hakken neer te zetten is zoals in een winkel. Zo dus. Op deze manier passen er 10 paar hakken op. 5 hier, 5 hier. Maar wat nou als je meer hebt? Dan kan je ze ook om en om omdraaien. Zoals je ziet passen er 2 extra paar bij. Dus er staan 7 paar hier. Ik laat deze even staan als voorbeeld. Dan zie je hoe het eruit ziet met 5 paar. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan door ze op een andere manier neer te zetten. Ik heb hier heel lang mee zitten spelen, hoe en wat. En uiteindelijk heb ik een techniek ontdekt waardoor er veel en veel meer paar schoenen bij passen. Op van die speciale schoenplanken is vaak best wel veel ruimte. Want ja, weet je, ik heb op zich best een grote schoenmaat. Maar er zit zeker nog genoeg voor een halve schoen hier. Dus wat je kan doen, ik haal even één paar weg. Is het, de eerste schoen zet je zo neer. De volgende zet je zo neer. Daarna pak je het volgende paar. Deze zet je hier tegenaan. En deze zet je zo schuin er tegenaan. Deze gaat hierheen. En deze gaat hierheen. Zo. Dit is hoe het er nu uitziet met 7 paar. En hier kunnen nog wat extra paar bij. Alleen nu wordt het lastig als je op dit puntje komt, want hier proppen de schoenen zich een beetje op. Dus wat ik doe, ik zet ze daar op elkaar. En dan neem ik schoenen waarvan ik weet dat het niet zo heel erg is als ze een beetje over elkaar heen komen. En als je het aandurft, kan je er nog eentje hier proppen. En dat deze doe je hier voorzichtig zo over een andere hak heen. Dat doe je natuurlijk met je minst waardevolle hakken. Het zit iets meer vol, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paar hakken versus 5 paar. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is je pakt de voorste, deze bijvoorbeeld. Dan zoek je de achterste erbij die je aan wilt trekken. Die schuif je er zo uit. En dit is mijn tip. Als je veel hakken hebt, weinig ruimte, probeer ze op deze manier erin te zetten. Dan maak je optimaal gebruik van alle ruimte. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot snel! De eerste tip die ik jullie ga geven is Two Broke Girls. En dat is een serie die je op SBS 6 kunt zien. En het is echt een hele leuke comedy.